Hallo iedereen, ik ben Mathilde de Klerk. Welkom bij deze nieuwe video. Het is al meer dan 2 maanden geleden dat ik nog een wedstrijd heb gereden. En vandaag staat de eerste wedstrijd op het programma. Het is een mountainbike wedstrijd. En ik heb jullie eigenlijk nog nooit laten zien hoe zo'n wedstrijd eraan toe gaat. En vandaag ga ik jullie tonen hoe mijn dagje eruit ziet. Let's go. We zijn onderweg naar Les Fossés, diep in de Ardennen. Het is een lange rit van meer dan 2 uur rijden. Het wordt niet zo fantastisch weer daar, want op de buienradar staat er dat het waarschijnlijk gaat regenen. Maar ik heb er toch heel veel zin in. Zo, we zijn even gestopt. Straks laat ik jullie zien waarom dat we gestopt zijn. Ik heb vanochtend cornflakes gegeten. Het is nu 9 uur. Straks om 12:30 is de wedstrijd. De wedstrijd zal ongeveer 1 uur duren. Dus mijn koolhydraten zal ik zeker nodig hebben. Nu ga ik een rijstaartje eten en binnen een half uurtje nog een beetje pasta. Zo, we zijn aangekomen. We hebben er een stuk langer over gedaan dan dat we dachten. We hebben nu nog maar 1 uur en 50 minuten voordat de wedstrijd start. Ik ga me nu vlug omkleden en een toertje aan verkennen. Ik ben omgekleed, nu ga ik een toertje verkennen. Ik ken het al van vorig jaar, maar je weet nooit dat er iets veranderd is. De wedstrijd hier in Les Fossés gaat door in dit prachtige bos, waar we een grote ruis moeten rijden van ongeveer 6,5 kilometer. Het zijn lange rechte stukken met toch wat hoogteverschil, wat de wedstrijd zwaar zou maken. Dit is eigenlijk het enige echt technische stuk van het parcours. De rest is eigenlijk de hele tijd rechtdoor, of omhoog of naar beneden. Ik ga het nu nog een keer oefenen en dan gaan we gaan inschrijven. Ik ben bijna boven en nu ga ik me gaan inschrijven. Bonjour, Mathieu de Klerk, cadet. Een kwartier voor de start. Ik heb al een beetje over het weer gereden. Ik heb nummertje 525. We rijden met 1 tot en met 3 jaar ouder samen. We kunnen onszelf herkennen, de nieuweling en de junior. De nieuwelingen rijden met 500 en de junior rijden met 700. Sur la ligne de départ ce matin. Donc les dames cadets et junior auront 4 tours à effectuer. Ik ga waarschijnlijk helemaal van achter staan, want er zijn al 2 wedstrijden geweest en het is de derde. En we zijn vertrokken. Hier achteraan komt de wedstrijd maar traag op gang en het duurt dan ook een tijdje eer we snelheid kunnen maken. Wanneer we eindelijk wat op snelheid komen, gebeurt dit. De renners voor mij moeten plots remmen en hierdoor moet ik even voet aan de grond zetten. Ik besef dat ik zo snel mogelijk moet opschuiven, want anders loop ik hier al snel 1 minuut achterstand op en de wedstrijd is nog maar begonnen. Renners vooraan zijn al op volle snelheid.
Ik kom na een paar honderd meter pas in 60ste positie door. Er zijn maar enkele renners meer achter mij. De inhaalrace kan beginnen. Ik kan nog net de eerste renners het bos in de verte zien induiken wanneer ik de eerste bocht voorbij ben. Het zal heel wat krachten vergen om dichter in de wedstrijd te geraken, maar de wedstrijd is nog lang. Wanneer ik het bos bereik, heb ik toch al een tiental renners kunnen inhalen. Bij een eerste technische passage worden we weer een tijdje opgehouden. Ik besef dat voorin geraken onmogelijk gaat zijn. De grote jongens zijn 3 jaar ouder dan mij en kunnen veel meer kracht ontwikkelen. Hier gaat het flink bergop en ik voel dat ik toch een mooi tempo kan ontwikkelen. Ik blijf groepjes renners voorbij steken en denk dat ik nu al een 25-tal renners heb ingehaald. Sommige stroken liggen er toch heel modderig bij en dat heeft soms nare gevolgen voor enkele deelnemers. Gelukkig is er overal bevoorrading toegestaan en mijn papa heeft me een bidon met water. Na 1 ronde kom ik door in 35ste positie. Ik voel dat het nu heel wat moeilijker gaat om jongens in te halen, want nu zit ik tussen de oudere en betere renners. Vanaf hier beslis ik mijn tempo te rijden, wat ik nog ongeveer een uur zal moeten volhouden. Vanaf nu zal het vooral een strijd tegen mezelf worden om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ik ga de laatste ronde in en bevind me in 30ste positie. Ik eindig de wedstrijd als 28ste in het totaal en 4e van mijn leeftijd. Zo, de wedstrijd zit erop na 1 uur en een kwartier. Ik heb nog nooit zo lang gereden. Het was super zwaar. Ik weet niet hoeveelste dat ik ben. Ik denk 12e of 13e van de nieuweling. Maar ik heb enorm genoten. We zijn ondertussen op de terugweg. Ik ben 28ste geworden in totaal met de junioren erbij. 13e van de nieuwelingen. Van mijn leeftijd weet ik niet hoeveelste ik ben. Maar wel redelijk tevreden. Veel meer zat er niet in, denk ik. Ik moest ook helemaal van achter starten, wat het zeker niet makkelijk maakte. Ik heb wel geluk gehad tijdens de wedstrijd, want het is droog gebleven. En nu is het serieus aan het regenen. Nu ga ik nog een beetje sportvoeding eten. Bedankt allemaal om te kijken. En niet vergeten, like en subscribe!